Daniel, gefeliciteerd met deze overwinning. Wat voor wedstrijd was dat nou eigenlijk? Waar ik naar zit te kijken? Ja, het was een beetje een rommelige wedstrijd. Ja, we hebben al vaker tegen Nieuwkoop gespeeld. Het is een hele stugge tegenstander. En dat weten we. Zij kennen ons ook goed. Boris kent ons team goed, de trainer van hun. Dus zij weten ook hoe ze ons gaan bespelen, inzakken en dubbele dekking aan die zijkanten. Maar ik denk dat we er aardig onderuit gevoetbald hebben en we zijn geen moment in gevaar gekomen. De eerste 20, 25 minuten vond ik jullie heer en meester. Ja, we hadden echt controle. Ze hebben volgens mij geen kans gehad. En wij konden ook rustig voetballen. Iedereen in de discipline. Dus ja, we waren helemaal in controle. Ja. Ja, ik denk dat jullie keeper de eerste helft geen één bal op doel gehad heeft. Nee, met deze temperatuur is dat niet al te lekker, maar voor ons voordelig. Ja, dan zei ik in mijn uitzending, de aanval van Nieuwkoop is onmachtig, maar dat heeft misschien ook te maken met de hele goede verdediging van Alvia. Ja, zeker. Ja, Dylan en Dion die staan daar centraal wel in mannetje. Ja, zij misten volgens mij die Sam in de spits, dat is altijd nog wel een gevaarlijke speler. Ja, dus dat kwam ons nog wel goed uit. Nou gebeurt er in de eerste helft natuurlijk een blessure bij Justin. Wat voor invloed heeft dat, of geen invloed op jullie spel? Ja, dat is onwijs naar. Ik kon het niet goed zien, maar hij maakt een tackle en hij krijgt denk ik iets tegen zijn kaak aan. Dus hij is gelijk helemaal van de kaart. Dus dat is onwijs schrikken. Je ziet ook dat iedereen even ontdaan is. En dan die scheidsrechter was ook even de tijd om bij te komen. Hij is naar het ziekenhuis gegaan, dus ik hoop dat het allemaal goed met hem gaat. Nou, laten we dat allemaal maar hopen. Want dan is het wat dat betreft voetbal bijzaak, moet ik zeggen. Je wint nou met 0-2. Maar ik heb volgens mij een aantal doelpunten gezien die niet buitenspel waren. Nee, ja, het is zo vervelend op dit niveau met die grensrechters. Ja, we blijven het zeggen. Je bent ook zo onmachtig, je kan er niks tegen doen. En ik snap dat de scheids het affluit, maar sommige ballen, dan zie je al aan hoe die gespeeld wordt dat het geen buitenspel is. Ja, het is eigenlijk gewoon een soort competitievervalsing, maar ja, je kan er weinig tegen doen. De tweede helft, dan staat al voor en dan denk ik 0-2 naar die penalty. Het is een gelopen race. Nieuwkoop zet er nog wel eventjes aan, maar geen zoden aan de dijk. Ik vond de tweede helft erg rommelig. Had bij wijze van spreken zomaar afgedaan kunnen worden. Ja, zeker. Ja, ze gingen vooral lange ballen spelen en heel opportunistisch. Maar ja, ze zijn niet eens in de 16 gekomen, dus geen problemen. Naar wie gaan jullie volgende week? Want ik heb het eventjes niet paraat. Nou, ik ook niet. Kijk even naar de trainer. Naar EMM hoor ik net. Je bent goed bezig. Ja, nee, je moet per week kijken. Je moet niet te ver vooruit kijken. Ja. Hey, waar eindigt dit al of ja? Ja, ik denk, kijk, als wij gewoon, je ziet het, als wij goed in de discipline spelen en als we echt bij de les zijn, ja, dan heb je weinig ploegen die beter zijn dan wij. Maar ja, dat is wel ons manco. Wij kunnen hele goede wedstrijden afwisselen met hele slechte momenten in die wedstrijden daarna. Dus het is echt wel zaak dat we gewoon die discipline houden. En dan kan je wel gewoon in de top 5 gaan meedraaien, denk ik. Ja, jullie zijn een beetje wisselvallig, hè, om het maar zo te zeggen. Ja, dan kan je wel zeggen, dat moeten we eruit halen. Maar hoe ga je dat doen dan? Ja, wat ik zeg. Het is vooral op trainingen veel intensiteit, veel discipline opbrengen om ook gewoon op die training 100% te geven. En in die wedstrijden zoals vandaag, als we allemaal in die discipline spelen, dan komt er niemand doorheen.